Goedemiddag allemaal, welkom bij Glint.tv. Ik ben Esther Sambou en vandaag zijn we aan het filmen in het Vondelpark. Glint.tv staat geheel in het teken van de Gospel Glint Award, wat 12 december aanstaande wordt gehouden. Vandaag hebben we een interview met de genomineerden en uiteraard vele videoclips. Welkom terug. Vandaag hebben we in ons programma Rivierno Richter. Rivierno, welkom. Leuk dat je er bent. Voordat we met hem in gesprek gaan van wie is hij, wat doet hij, gaan we eerst even kijken naar een videoclip van Hip Hope van Nederlandse bodem. Hip Hope met Out of the Box. Welkom terug. Leuk dat je er bent, Rivierno. Yes. Nou, dan ben ik natuurlijk wel benieuwd. Van, vertel iets over jezelf. Ja, mijn naam is Rivierno Richters. Ik ben talentcoach, singer-songwriter en schrijver. En ik ben eigenlijk begonnen met muziek maken sinds mijn 17e. Het is zeg maar een jaar na mijn bekering. En ik schrijf muziek over het dagelijks leven. Ik ben begonnen bij een jongerenkoor, Go Gang. En van daaruit ben ik de hele wereld over gegaan. Europa, Amerika, Afrika. En daar heb ik projecten gedaan met HIV-wezen, met ex-kindsoldaten. En heb ik eigenlijk gewoon zeg maar, een platform gevonden om gewoon Gods liefde te verspreiden door de muziek. En Black Rock Star is jouw artiestennaam. Je bent dus een muzikant, maar waar komt dat vandaan? Black Rock Star komt er eigenlijk vandaan zeg maar, dat ik letterlijk zeg maar, tussen twee muziekwerelden zeg maar, in zit. Dus ik kom vanuit de black music, weet je wel, de jazz, soul, de hip-hop, de R&B. En eigenlijk na mijn bekering weet je, ben ik in contact gekomen met een groep jongeren uit Amerika, de Zendelingsjongeren. En die luisteren heel veel naar rockmuziek, alternatieve muziek, U2, Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers. En ik dacht van hey, het is wel tof om die stijlen te combineren. Dus vandaar zeg maar, de naam Black Rockstar. Mooi. En hoe ben je eigenlijk begonnen? Je zei al na je bekering met muziek, maar kan je daar nog iets, heel kort, nog iets meer over vertellen? Nee, ja, eigenlijk gewoon weet je, door dat koor zeg maar, waar ik mee in contact ben gekomen, ontdekte ik van hey, ik vind het best wel leuk om op een podium te staan, maar ook gewoon om een boodschap te vertellen, weet je wel. Omdat ik dacht van hey, ik wil wel iets van over Gods liefde vertellen, maar dan door muziek, door een creatieve manier. En dat was voor mij eigenlijk de reden om muziek te maken en ja, daarnaast natuurlijk ook schrijven, weet je. Het boek is pas uitgekomen, Lifestyle. Mooi. En een EP. Maar dat is dus de reden waarom ik eigenlijk en hoe ik ben begonnen met muziek maken. Nou, je hebt je best drie videoclips heb je opgestuurd, je top drie. En gaan we eerst kijken naar nummer drie, dat is Hillsong United van Inside Out. Waarom is dat jouw nummer drie? Hillsong United Inside Out is mijn nummer drie vanwege de moderne muziekstijlen. Maar toch met zeg maar, een boodschap die zeg maar, vanuit Gods hart komt. En ik voel wel echt God er doorheen werken, weet je wel. En dat spreekt me heel erg in aan. En de tekst natuurlijk ook. Dat je van binnenuit veranderd wordt. Dus niet zeg maar van hey, hoe je van buiten eruit ziet. Maar vooral zeg maar, dat God van binnenin werkt. En dat hij zo zeg maar, door je heen kan werken. Wil je met ons aankondigen? Yes. Dit is Hillsong United met Inside Out. A thousand times I feel to your mercy. Should I stumble again? I'm caught in your grief. Yeah. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let
justice and praise become my embrace to love you from the inside out. Hey, vertel eens over je eerste podiumervaring. Ja, mijn eerste podiumervaring was denk ik groep 3 of groep 5. En het was zeg maar way back inderdaad, weet je wel. Het was zeg maar een nummer van een bekende R&B groep toen, Bell Biv DeVoe. En daar ging ik playbacken. En dat vonden mensen echt tof, weet je wel. Ja, goed gedaan. En dat, die aandacht vond ik wel leuk, weet je wel. Zeg maar dat mensen voor je applaudisseren en zo. Ik moest pas echt, zeg maar, ik ging pas echt het podium op, gewoon professioneel of gewoon meer ermee doen. Toen ik zeg maar gewoon een soort van roeping kreeg of inhoud, weet je wel. Ik wil graag inhoud brengen, want weet je, je hebt de muziek als passie en de muziekindustrie. En die twee zijn soms zeg maar lastig verenigbaar, maar het gewoon twee andere werelden zijn, weet je wel. Dus als je zeg maar daarin iets wil doen en wil overleven, moet je wel echt een duidelijke overtuiging hebben van waarin je daar staat. En voor mij is dat zeg maar echt om Gods liefde te verspreiden door muziek eigenlijk. Mooi. En dan gaan we nu kijken naar jouw nummer 2 die jij hebt uitgekozen. Dat is Kirk Franklin met Imagine Me. Waarom is dat nou jouw nummer 2? Imagine Me van Kirk Franklin is mijn nummer 2. Omdat ik gewoon de muziek heel mooi vind. Weet je, het ritme, de pianomelodie en de zang. En de tekst vind ik ook heel sterk, weet je wel. Het gaat letterlijk over zeg maar jezelf voorstellen, zeg maar gewoon geheel, weet je wel, voorzien. Goed in Gods ogen. En dat is wel fijn, want veel mensen die zoeken naar goedkeuring, weet je, van hun ouders of van hun partner. Maar dat vinden ze niet. En ze gaan dan gebroken door het leven, weet je. Maar bij God kan je gewoon komen zoals je bent. En ja, gewoon goedkeuring vinden, weet je. Want je hoeft niet perfect te zijn, weet je. Gewoon Jezus, zeg maar, heeft alles perfect gemaakt door zijn dood en opstanding. En daarom vond ik het een heel tof nummer eigenlijk. Mooi. Kondig maar aan, zou ik zeggen. This is Imagine Me van Kirk Franklin. Thank you. Allowing me to see myself the way you see me. Thank you. Imagine me loving what I see when the mirror looks at me, cause I imagine me in a place of no insecurities and Wat betekent gospel voor jou? Gospel betekent voor mij letterlijk gaan. Het goede nieuws. Weet je, in het woord gospel zit ook de twee letters G-O. Dat betekent go. Dus je moet letterlijk erop uitgaan om het goede nieuws te brengen. Weet je, want het eerste opdracht die Jezus eigenlijk gaf aan de discipelen en aan ons. Als je zeg maar God hebt leren kennen en wedergeboren bent. Is ga erop uit en predik het goede nieuws. Dus voor mij is eigenlijk gewoon gospel music, letterlijk door muziek zeg maar, het goede nieuws aan de wereld brengen. Oké, mooi. En wie is Jezus voor jou? Jezus is voor mij een vriend, een verlosser, een heer, een heelmeester, voorziener. En iemand die er altijd voor me is, weet je wel, in moeilijke tijden. Soms kan hij ook ver weg lijken als het moeilijk is. Maar in principe is hij er altijd, iemand die luistert, weet je, door gebed. Nou, gaan we nu kijken naar jouw nummer 1. Dat is P.O.D. met Beautiful. Waarom is dat jouw nummer 1? P.O.D. Beautiful is mijn nummer 1. Omdat, weet je wel, de tekst is zo mooi. Er wordt letterlijk gezegd van, weet je wel, je bent mooi zoals je bent. Vaak, zeg maar, proberen mensen aan een bepaald schoonheidsideaal te voldoen. Of wat anderen van hun verwachten. Maar God zegt van, kom zoals je bent, weet je wel. God ziet ons, zeg maar, door zijn ogen. En als hij ons ziet, dan ziet hij zeg maar zijn volmaakte schepping. En dan ziet hij geen tekortkomingen. En zo mogen we onszelf ook gewoon zien. Door Gods ogen. En, vandaar dit nummer. En de muziek, weet je, de stijl vind ik natuurlijk tof. Normaal hebben ze iets hardere gitaren. In combinatie met reggae en hip-hop. Dus dat vind ik ook heel erg gewoon cool. Maar de boodschap en de muziek spreekt me heel erg aan.
Nou, kondig hem aan, zou ik zeggen. Dit is POD met Beautiful. You stand with the gun in your hand, staring at the wall with a look so sad, and thinking about who really cares. Will they even notice if I just disappear now? One bang, blood rush to the head. She'd rather fly through the sky than walk with the dead. So she stays high while the world goes by, and just another day here waiting to die. Life is beautiful, and share a little love with the whole wide world. Every boy and girl sing along when we sing, why oh, why oh. She cries but a man denies. It's funny how love comes with so many lies. Ik denk dat de kijkers thuis nu al een beetje nieuwsgierig zijn geworden van Rivinho, maar ook naar zijn videoclip. Daar gaan we zo naar kijken, naar Not The Same. En kan je misschien iets vertellen? Volgens mij is de videoclip in Parijs opgenomen, toch? Klopt, ja. De clip is opgenomen in Parijs, in de wijk Pigalle. Dat is een kunstenaarswijk. En ja, Parijs, zeg maar, vind ik een heel erg inspirerende stad vanwege de architectuur. Het is heel mooi. Vanwege de geschiedenis natuurlijk. Weet je, er zijn hele belangrijke dingen gestart. Die nu nog steeds, zeg maar, gewoon van invloed zijn. Van straatnamen aan toe. Tot en met in de kunst, weet je wel. Het nummer, zeg maar, Not The Same. Is niet per se gekoppeld aan Parijs. Maar ik vond Parijs gewoon een mooie stad. Not The Same staat vooral, zeg maar, voor weet je wel, de vers van het oude is voorbij gegaan. Het nieuws is gekomen. Dus we zijn gewoon een nieuwe schepping. Dus we hoeven niet meer, zeg maar, terug te kijken, maar gewoon vooruit en te gaan voor de hemelse prijs. En daar gaat Not The Same over. Said I've changed, I'm not the same that I used to be. Yeah, said I've changed, I'm not the same that I used to be. Yeah, people used to see me as I was a little boy, but now I'm a full grown man, they can play me like some dull boy. 'Cause I got my life to live and you got your life too. Better focus on yourself, 'cause I got better things to do. Said I've changed, I'm not the same that I used to be. Yeah. Nou, vrienden, we zijn bijna aan het eind gekomen van ons programma. En ik heb in ieder geval heel veel genoten van jouw videoclips, maar ook van jouw eigen videoclip. En 12 december sta jij natuurlijk onstage bij de Gospel Glint Awards. En uiteraard zullen er natuurlijk heel veel fans komen, familie en vrienden. Maar wat heb jij misschien nog de kijker thuis te zeggen? Sowieso vooral stemmen, weet je wel. Vergeet niet om te stemmen. Check ook mijn boek uit, Lifestyle. Het ligt nu in alle winkels. Het is ook te bestellen op mijn eigen website, blackrockstar.com. Maar vooral, ga erop uit, weet je wel. Breng het goede nieuws aan je vrienden, familie, je buren. Support, zeg maar, ook gewoon lokale gospelmuziek. Opdat, zeg maar, gewoon we die zien, zeg maar, gewoon nog meer kunnen laten groeien. En we, zeg maar, nog meer het goede nieuws kunnen brengen door muziek, ook hier in Nederland en in je eigen stad. Dus dat is wat ik wil meegeven. Nou, wil jij Revelino of Black Rockstar 12 december aanstaan in de backstage in Almere zien? Koop snel je kaartje op www.glintawards.com. Op is op, vol is vol. En we zijn al bij het einde gekomen van het programma. En we gaan nu het laatste videoclip kijken van Kwas G met Mon Amour. See you next time. Enjoy. Yeah.
oude she en ik hou van jou. Niet dat ik zonder je kan, kies bewust voor jou. Ze vinden je koud, voor mij blijf je lauw. Wil één met je zijn, hoor alleen maar jou. En besef is er dat ik met je verder wil. Niemand anders behalve God die met ons verder chillt. Ik moet jou lief hebben trouwens, ik wil niet anders. Wil jij dat ook samen oud? Ik grijs veranderd. Je ziet er prachtig uit en niet alleen je innerlijk. Leuk doen, kussen, gevecht, luid doen. Het is wat je wil zonder volgorde. Wat jij wil schat zolang jij en ik bij worden. Ik wil meer van jou, douche. Ik wil meer van jou, mami. Ik wil meer van jou, coração. Ik wil meer van jou.